Ergens hier ver vandaan, waar paddenstoelen huisjes staan, daar woont een volkje vrij en blij. Soms dreigt er gevaar van die tovenaar, want Gargamel vangt smurven waar hij kan. Ik haat smurven! Maar wij zijn... Ik krijg jullie nog wel! Ik krijg jullie allemaal! Al is het het allerlaatste wat ik doe! Ik krijg jullie nog wel! De formule voor Snorrewonder was uiteindelijk toch niet zo simpel. Grote Smurf, speel je mee met wie Smurf de staart op Azrael? Ja, hè? Sorry, Smurfjes van me, maar ik sta net op het punt om een groentje. Alles in orde, Grote Smurf? Ja, maar ik moet even bijkomen. En dat moet een snor ook. Tuurlijk, Grote Smurf. En sterkte. Drink maar, lieve bloempjes. Dank je, Smurfin. Wat kan jij goed? Hallo Smurfin. Smurf je ook de staart op Azrael? Oh, dol graag. Zodra ik klaar ben met water geven aan alle bloemen die hier staan. Tuurlijk, Smurfin. Sterkte. Ha, die kleermaker. Doe je mee met het spelletje Wie smurft de staart op Azrael? Alsjeblieft. Het spijt me, Smurfjes, maar nu kan ik echt niet. Ik probeer al die hele dag die maat op te nemen van die kleine baby Smurf. Maar tot nu toe heb ik alleen maar die maat op kunnen nemen van mijn eigen staart. Misschien heb ik later tijd, als baby klaar is met mijn neus. Oh, tuurlijk, kleermaker. Sterkte, hoor. Gollemimme Nicky, ik wou dat die Smurfen niet zo hard aan het werk waren. Ja, wat zou het smurfig zijn als ze een hele dag vrij afnamen? Ja! Dan zouden ze eens met ons kunnen spelen. Een hele dag vrij af? Maar dat is een prima idee. Dat is werkelijk prima. Dus smurfen van me, omdat jullie allemaal zo hard hebben gewerkt, verklaar ik morgen officieel tot een vrije dag, zodat je kunt smurfen wat je maar wilt. Ja! Het zou wel smurfig zijn als iemand van jullie zijn vrije dag zou besteden aan de smurfjes. Oh, een schitterend idee, Grote Smurf. Ik, Bril Smurf, zal persoonlijk een comité samenstellen om uw wensen uit te voeren. Luister goed allemaal. Ik heb voor jullie een officiële opdracht van onze leider, Grote Smurf. Hij wil dat jullie je vrije dag besteden aan de kleuters. En natuurlijk betekent dat heel hard vervelend werk. Werk op onze vrije dag? Natuurlijk. Dat je van ze houdt, laat je het beste zien door je gewoon uit de na te werken. Alle smurfen, Grote Smurf zit al te genieten. Goedemorgen, Grote Smurf. Goedemorgen, smurfjes van me. Oh, ik moet dat lachen. Ik wilde net even met baby uit wandelen gaan. En ik ben nu al buiten adem. Wat zijn de andere smurfen vandaag van plan? Nou, ik heb gehoord dat ze op een vrije dag iets met jullie wilden doen. Jippie-jee! Daar zijn we, kleermaker. Ah, dat is mooi op tijd, zeg. Is dit soms een of ander kleermakerspel? Spel? Oh nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Speciaal voor jullie ga ik die hele dag nieuwe speelpakjes in elkaar naaien. Nou, jippie-jee hoor. Hallo Smul, zullen we recepten ruilen? Sorry Smurfjes, maar ik heb het zo druk met die taart voor jullie dat ik zelf niet eens tijd heb om te eten. Hoewel zo druk nou ook weer niet. Hey Knutsel, zin in een spelletje Smurfbal? Sorry, ik heb het veel te druk met het bouwen van jullie speelhut. Heel aardig hoor. Speelpakjes, speelhut, maar met ons spelen? Ho maar. Ik wou dat ze met ons iets deden in plaats van dat ze voor ons iets doen. Knip, knip, knip. Nee, nee, nee. Hark, 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 heen en weer. Bak mijn brood keer op keer. Zaag en hamer op en neer.
We werken, werken al maar door en onze smurfjes gaan altijd voor. We werken, werken al maar door en onze smurfjes gaan altijd voor. Dick, jij bent hem. Jij bent hem. Jij... bent hem, leuk hoor. Hallo, Smurfin. Ik geloof mijn ogen niet. Ik dacht dat ik Smurfin Schieter voorbij zag lopen. Oh, dat is nog niks. Volgens mij komt Smuls Eierklutser deze kant op. We werken, werken allemaal door en onze smurfjes gaan altijd vol. Nou zeg, heeft die Eierklutser geen manieren? Huh? Oh, nee. Ah, werk, 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 allemaal door. Luilak, Luilak wordt wakker. Ik word pas wakker als het tijd is om naar bed te gaan. Ik doe het niet graag, maar omdat grote Smurf er niet is, kunnen we alleen maar hulp vragen aan Brilsmurf. Smurfjes, 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 dit is allemaal verbeelding. Houd toch eens op met het lezen van die rare sprookjes. Maar Brilsmurf, het is waar. Knutsel lijkt op een hamer, schilder lijkt op een verfkwast. Ja, dat zal wel. En je wou zeker beweren dat boeren in een schoffel veranderd is. Maar Bril, kijk dan zelf als je het niet gelooft. Rustig, rustig. Wie bonkt daar zo op de deur? Dat is Smulsmurf. En hij bonkt steeds harder op de deur. Ah! Kom dan, rustig. Wees alsjeblieft allemaal rustig. Natuur, pak eens de smurfoklopie die voor 100 noodgevallen en wat te doen zonder in paniek te raken. We hebben echt met een noodgeval te maken. Ha, dat weet ik ook wel zonder boek. Hier in het boek staat dat de smurfen lijden aan een zeer ernstige vorm van werkmanie. Het ziet er inderdaad zeer ernstig uit. Bij werkmanie werk je zo hard dat je geen staart meer overhoudt. Nou, dat klopt tenminste. Ik zie dat ze inderdaad geen staart meer hebben. Hier staat dat smurfen werkmanie krijgen als ze op hun vrije dag niet anders doen dan werken. En ze genezen alleen door hun gedachten van het werk af te leiden. Mooi. We hebben de hele dag niks anders gedaan. Ik geloof dat het tijd is voor plan A. We zeggen de smurfen dat ze nog genoeg werk kunnen smurfen aan het strand. Maar moeten we niet hun gedachten van het werk afleiden? Precies, want wat voor werk kunnen ze nou vinden aan het strand? Ja, wat voor werk kunnen ze nou vinden aan het strand? Sorry, sorry, ik heb me vergist. Ik denk dat het tijd is voor plan B. Wat is plan B? Grote smurf! Hey, smurf is hierheen. Nou, wat hebben wij toch een plezier. Ja, we hebben zo'n plezier. Nou, wat hebben wij een plezier. Laat maar zitten. We zullen hun aandacht toch nooit kunnen trekken. Hebbes! Hebbes! Help! Brilsmurf, toen ik zei dat je jouw dag moest wijden aan de kleuters, bedoelde ik besteed je tijd aan hen. Help! Help! Alle zeeslangen, de waterharpijen hebben de smurfjes gevangen. Ze zijn een leuk cadeau voor onze koningin. Help, smurfen, help! Vlug, smurfen van me, we gaan ze redden. Ze willen niets anders doen dan werken, grote smurf. Maar Brilsmurf, dat is het. Oh ja? Ja, we moeten ze aan het werk houden. Dat is precies wat ik ook wilde voorstellen. Vlug, ijverige smurfen van me, jullie kunnen werken door een vlot te bouwen. We werken, werken. Alma door. En onze smurfjes gaan altijd voor. En je zei dat die beesten zo speels waren, maar ze doen helemaal niet mee met de spelletjes van mijn andere dieren. Maar majesteit, we hebben de hele dag gekeken en ze deden niks anders dan spelen. Nou, en wat hebben jullie zelf daarop te zeggen? Help! Dit zou nooit gebeurd zijn als de smurfen niet zo hard hadden gewerkt. De smurf, wat is er aan de hand met de smurfjes? Ze zitten in moeilijkheden en jullie moeten helpen. Als ze zich meer bekommeren om de smurfjes, worden ze misschien weer helemaal normaal. En nu volle kracht vooruit naar het eiland, Smulsmurf. En vlug, want je begint te roesten. Zeeweertaart, is dat niet fijn? Zeeweer? Bah, ik eet nog liever dat bloemkoolbrood van Smul. Smurf, ahoy! Kleermaker, knip de smurfjes vrij. En jullie moeten de harpijen verjagen. Smurfen, smurfen! Alma door! Hoi, kleermaker! Oh, wat is er gebeurd? En onze smurfjes gaan altijd voor! Wegwezen! Die beestjes kunnen mij gestolen worden!
wat een geluk dat wij jullie beter kennen, hè? Nou, ik hoop dat dit voor jullie allemaal een les is geweest. Ja, dat is belangrijk. Maar nooit zo belangrijk dat we geen tijd voor jullie hebben, Smurfjes. Ha, hey, zullen we gaan spelen? Wie prikt de staart op Azrael? Ja! We werken nooit meer zo hard tot onze staart eraf valt.